morgon. Oftewel, goedemorgen, maar dan in het Zweeds. Welkom bij een nieuwe weekvlog. We zitten aan de ontbijttafel. En we hebben vandaag nog het zonnetje, maar de weersverwachting voorspelt een aantal dagen regen. Dus we gaan even kijken wat we gaan doen en waar we heen gaan. Dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Dus dat wordt voor jullie ook een verrassing. In ieder geval kan ik je vertellen dat we in Zweden blijven. We zullen jullie deze week ook ons spannende nieuws vertellen. Waar we al eventjes mee bezig zijn. Waar ik jullie ook al een aantal keer over getipt heb in de vorige vlogs. En verder, we nemen jullie gewoon mee in weer een superleuke week in Zweden. Veel kijkplezier! En we zijn weer onderweg. Bepakt en bezakt. Iedereen, bijna iedereen, gedoucht. Dus we gaan eerst even naar een servicepunt waar we water kunnen vullen. En vuil water kunnen lozen. We moeten even tanken. Even wat boodschapjes doen. Dus we hebben eerst een hele hoop te doen voordat we naar de volgende plek kunnen. Een plek met een sauna, picknickbank hebben we uitgekozen. Dus daar hebben we wel heel veel zin in. En we nemen jullie mee vandaag. Terwijl wij druk aan het werk zijn, de tank wordt gevuld. Andere tank wordt geleegd. Er zijn de meisjes in de speeltuin. En die is hier. We hebben goede hulp van de meisjes. Die letten eventjes op sterren. Ook, ik doe dat ook, maar die meisjes ook. We zijn even gezellig aan het spelen hier in de speeltuin, hè? We zijn bijna klaar. Ja, lekker spelen. Even naar de winkel. Ja, want wat wil je bij de winkel halen dan? Snoep. Is de snoep op? Ja, ja? Bijna op. Die moet je zelf even uitzoeken, anders gaat mama lekker een snoep uitkiezen en dan... Eet mama alles op. Dat gaat lekker niet gebeuren. Is dit al? Ja, je moet wel iets zachter, denk ik. Nou, veel plezier meisjes. Bye. Zo, en nu gooien we het tankje even vol. Bijna vol. Als het goed is gaat er 60 liter in, want hij was leeg. En nu zijn we bij de plaatselijke supermarkt. Ja, daar zijn we weer. Het is inmiddels ver na de middag. We staan hier ook wel even op dit plekje. We staan hier met de camper. En Jeroen is even bezig met de vlog om te editen. En samen hebben we net even de was gedaan. Die hangt daar. Te drogen. En dit is ons uitzicht vanuit de camper. De plek is voorzien van een toilet, een vuurplek, een sauna, een huisje waar je in kunt zitten, wat je achter me ziet. Als het slecht weer is, kan je zelfs overnachten als je dat zou willen. Wat hebben we nog meer? Oh ja, een omkleedruimte. En je kan hier naar het water om te spelen. Heel veel mogelijkheden. We blijven hier dus ook twee nachten staan, hebben we besloten. Het is wel leuk om te vertellen dat dit dus allemaal ter beschikking wordt gesteld door de gemeente VitaForce. We zetten het linkje ook wel eventjes in de beschrijving hier beneden, zodat je het kunt zien. Sowieso zetten we de Park van Night plekken tegenwoordig ook in onze beschrijving. Zodat mocht je hier een keer in de buurt zijn en je mag denken van nou, hè, ik wil daar ook wel een keer naartoe, dan is het makkelijk te vinden. Maar super, dus dat alles ter beschikking wordt gesteld door de gemeente. De sauna mag je gebruik van maken, een toilet is er dus, dat huisje. Houtzorg zodat het aangevuld is.
Eigenlijk allemaal gratis, maar ze zouden het wel tof vinden dus als je een donatie doet. Dus dat hebben wij ook netjes gedaan. Niet meer dan normaal vind ik, als je hier overal gewoon gebruik van mag maken. Dan is dat het minste wat je kunt doen. Wij zitten lekker te eten. En daar is er eentje moe. Ik kan de ogen niet meer open houden. Ik het niet best. Ga even lekker flesje, slaapzakje aan. Ze was verder ook klaar. Dan kan ze er zo in. Slaap lekker, lieverd. Goedemorgen. Nee, hoe zeg je dat? Goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebt u daar, meneer? Ik heb hier sla. Ik sprak gisteren een local die zei dat hij eigen groenten verbouwde. En die zei, ik kom je morgen wel even wat brengen. Nou, super lief, hè? Bosje sla. Dat is iemand die hier de boel onderhoudt. En iemand hier uit de buurt. Ja, een vrijwilliger. Een vrijwilliger eigenlijk. Die rijdt hier ook op de schoolbus. Ja, dat vertelde die. Dat vertelde die, ja. Dus die kwam dit net brengen. Heel ja. Lief. En hij komt vanmiddag nog even terug om jou wat te vertellen over de Green Revolution. Revolution. Dus ik ben benieuwd. Ja. En ik ben ondertussen bezig met Instagram. Prachtige beelden, toch? Hey Bent, wat zijn we aan het doen? We zijn voor iedereen even broodjes aan het maken. Broodjes? En wat voor broodjes dan? Hotdogs. Hotdogs, hè? Mm-hmm. Kijk. En Bente lust er ook nog wel één, dus we hebben er nog weer eentje in het vuur gelegd. En ze zijn lekker, hè Bent? Mm-hmm. Heel lekker. Mama wil er nog eentje met mosterd. Ah, dan maken we er mama nog eentje, hè? Ja. Lekker, joh. Hoeveel heb jij er al op? Twee. Twee of drie, hè? Twee. Ja, ze zijn zo lekker. En doen we mayo, curry, uitjes erop. En mama doet mosterd. Met uitjes, hè? Heerlijk. Goedemorgen deze morgen. Goedemorgen. Het is maandagochtend. We hebben het weekend weer overleefd. Het is altijd heel zwaar, het weekend. We hebben gisteren niet heel veel gedaan. Dus we zijn goed uitgerust. Uiteindelijk zijn we niet meer in de sauna geweest. Ik weet niet of ik dat gezegd had, dat we dat zouden doen. Hadden we wel tegen elkaar gezegd in ieder geval. Maar hebben we niet gedaan, want de sauna was gisteravond in eerste instantie bezet. Dus die was wat later vrij. Toen had ik eigenlijk niet zoveel zin meer. En toen wilde Jeroen eigenlijk ook niet meer. Dus toen hebben we het niet gedaan. Maar goed, we komen vast nog wel weer een keer zo'n plekje tegen. En anders, wie weet, in ons nieuwe huis met sauna. Zou natuurlijk ook kunnen. En daar zijn we weer gearriveerd op onze overnachtingsplek. We wisten eigenlijk toen we weggingen helemaal nog niet zo goed welke kant we op wilden. En waar we wilden gaan staan en wat we wilden gaan doen. Nou, we zijn ergens langs de kant van de weg. Ongeveer 500 meter van de weg af op een soort van picknickplek terechtgekomen. Ik zal hem even laten zien. Mooi, hè? Jeroen heeft het vuurtje al even aangestoken. Dus het is een lekker rustig plekje in de bossen weer. En Jeroen gaat wat klusjes uitvoeren. Of klusjes, het valt allemaal wel een beetje mee. Wat schroefjes aandraaien. Hè? Van hier het een en ander van de kant getrokken. Losgetrild. Dus die erbij gepakt. Sterre gaat even helpen. Het gaat om het plankje daar. Moet eventjes weer vastgemaakt worden. En wat nog meer? Ik heb hem op Sterre bed neergelegd. Oh. En onze, kan je niet zien nu, daar hangt de tas voor. Maar daar hangt normaal gesproken de brandblusser. Moet ook nog even vast. En wat nog meer? Oh ja, het gordijntje moet weer even opgehangen. Nee, de douchedeur. En bij de douchedeur. Oh, ook. Verder is de camper helemaal oké. Hij is straks weer helemaal als nieuw. Als we gaan verkopen, ja. Dan is hij weer als nieuw. Als die inderdaad verkocht zou worden, dan is hij weer als nieuw. Ik ga even genieten van het vuurtje. Sterre helpt ook eventjes mee met klussen. Heel goed, hè? High five. Goed gedaan. Gisteravond regende het tijdens het marshmallows bakken. En vanavond is de verwachting ook dat het gaat regenen. Dus ze zijn alvast begonnen. Jeroen had het vuurtje alvast aan. En bij Bent is hij een beetje snel gegaan. Kijk. Maar bij Bo ziet hij er aardig uit, hè? Ja, klein beetje verbrand. Ja. Ik denk wel dat hij lekker smaakt. Voor mij is die goed. Nou, eet smakelijk. Doe maar.
Ja. Nee, ze doet hem gewoon, ze houdt hem vast en dan doet drukt ze hem tegen het hout aan. Is hij klaar? Au, au, au. Goed gedaan! Het is, ik heb geen horloge, maar volgens mij is het 7 uur. Oh, 7:15. We hebben de kinderen gezegd dat het 10 uur was. Nou, ze moesten wel even een keer op tijd in. Ja, ik snap het aan de ene kant wel. Het is hier ook gewoon nog hartstikke licht, ook om 11 uur 's avonds. Maar goed, we krijgen het redelijk donker in de camper. Het is gewoon tijd om te gaan slapen. Ze zijn gewoon moe, dat merken we. En wij hebben ook gewoon even tijd voor onszelf nodig, voor elkaar nodig. Dus de kinderen liggen lekker op bed en wij zitten bij het kampvuur. Het is inmiddels 3:00 s'nachts. 3:00, ja. En jij wil niet slapen, hè? Het is bedtijd. Ja. Sst. Goedemorgen deze morgen. Dinsdagochtend vandaag. En we zijn... We hebben weer een heerlijk nachtje gehad, zoals je hebt kunnen zien. Het was super gezellig. Toch een beetje vroeg moeten opstaan, want om 10:00 hebben we een afspraak. En de afspraak is ongeveer nog een uurtje rijden. Dus het is nu, ik geloof, bijna 8:30. Dus we gaan lekker ontbijten zo. Jeroen is buiten aan het opruimen met pootjes eronder uit. En de Starlink opruimen. Bente is sterren aan het aankleden. Het gaat super goed. Nee hoor. Jawel. Ze heeft een schone luier en ze heeft kleren uitgezocht. En ze wilde graag sterren aankleden. Nou, dat mag. Ga ik eventjes een beetje opruimen en de tafel dekken, zodat we kunnen eten. Hi. Nou, mama en Bente zijn even binnen bezig. En papa en ik ga papa even helpen buiten. En ik ga zo de pootjes eronder weghalen. Ja. Bouw heeft goed geholpen met papa. En Sterre is ook aangekleed. Laat eens zien hoe je eruit ziet. Wil je eens gaan staan? Staan. Ga maar staan. Tada! En ik ben ook aangekleed. Wauw, jij bent ook vet stoer aangekleed. En bent ze ook weer mooi. Dankjewel voor het helpen, meiden. Dan kom je niet te laat doordat je in de file staat, maar doordat er constant een rendier op de weg staat. Sorry, die bedacht ik me net. Ik dacht, dat moet ik toch even zeggen. Want vind je het inmiddels hinderlijk? Nee, het is nog wel bijzonder, hè? Jawel, maar je moet wel echt opletten, want zij lopen wel te pas en onpas over de weg. Ja, ze lopen inderdaad pas en onpas over de weg. Dus je moet wel echt goed vooruit kijken. Dat doe je sowieso, maar je moet goed opletten, want... Ja. Ze rennen niet zomaar de weg op. Nee, ze lopen gewoon over de weg. Ze lopen gewoon voor je over de dat weg. Dat zei die vrouw ook al. Kijk, die rendieren, die local die we spraken, rendieren zijn niet eens een probleem. Want die lopen gewoon recht over de weg. Maar moeses in de winter, die doen die steken zo over. Ja. Ja. En die blijven op een gegeven moment staan van schrik. Elanden, want, ja. Ja, elanden. En dan, dan heb je wel een probleem. Komen ze die wel eens voor de auto tegen. Maar... We zijn alweer eventjes onderweg. We gaan nu richting Alfspin. En daarna door naar een plek om te slapen. Het is tijd voor die meisjes om te gaan slapen. Maar één ding. Bent daar... Ik kan het zelf vertellen. Wat bent het zelf vertellen? Ja. Wat heb jij voor leuks?
ik ging, mijn tand zat net heel erg los, ging helemaal naar boven. En ik liet ik zien aan mama. En toen zei mama, haal hem, ik denk dat je hem er nu wel uit krijgt. En nu is hij eruit, hij zit in het papiertje. En wat ga je daarmee doen? Ik ga hem onder mijn kussen leggen. En dan komt er misschien wel een muntje en misschien wel een Zweedse kroon. Oeh, dat zou wel tof zijn. Kroon. Ja. Een Zweedse kroon, wat is een Zweedse kroon? Dat zijn de centjes die ze daar zo mee betalen. Oh. En mama krijgt, ik krijg geen kronen. Nee. Nou. Ik doe gewoon met grote mensen tand. Super, doe maar onder je kussen. Gaan we lekker slapen. Ja. Doei. Goedemorgen deze morgen. Woensdagochtend. Het is weer het midden van de week. En wat gaan wij vandaag doen? We gaan vandaag naar Oeuvre Calix. Again, zijn we al een keer geweest. Maar die kant gaan we op. En het regent al de hele tijd. Dus we hebben niet zo heel mooi weer. De verwachting is ook dat het de komende dagen blijft regenen. Dus we moeten onszelf even zien te verwaken. Nou zijn we natuurlijk niet van suiker. Dus zouden we... gewoon nog naar buiten kunnen en wandelen. Slecht weer bestaat niet, hè? Nee. Zeg het hier in Scandinavië. Slechte kleding. Slechte kleding. Klopt. Dus wij gaan weer een stukje rijden vandaag. En verder. Ja, gaan jullie het zien. Pente. Ja? Je hebt gisteren je tand natuurlijk onder je kussen gelegd. Ja. En? Niks. Niks, hè? Mm-hmm. Tandenvee is niet geweest. Bo zegt dat het luikje niet ver genoeg open stond. Zodat de tandenvee er niet in kon. Ik denk dat de Zweedse kronen op waren. Ik denk ook dat de Zweedse kronen op waren. Maar vanavond ga je een nieuwe poging doen, toch? Ja. Ja. En dan gaan we het zien. Ik weet al wie je tandenvee is. En we zijn alweer onderweg. We hebben nog ongeveer een uurtje te gaan. We hebben er al een uurtje op zitten. We hebben alles weer geleegd en gevuld. Ook even getankt gelijk. Dus we zijn er klaar voor om weer een aantal dagen ergens te gaan vertoeven. Ik had het al gezegd, richting Oeuvre Calix gaan we. En ja, het regent nog steeds. Daar is niks in veranderd. We zijn even gestopt voor de lunch. We hebben de camper geparkeerd op een natuurparking. Daarachter is een riviertje en wat vuurplaatsjes. Dus super gezellig. En die meiden zijn ondertussen even aan het spelen gegaan. En wat hebben jullie gemaakt, meisjes? Ik ga het even laten zien. Wij hebben een camping gemaakt. Een camping gemaakt, hè? Ja. Wauw, met een camper. En een zwembad zie ik. En wij voor de paardjes dachten wij van dat is wel mooi. Ja. Oké, het is inmiddels bijna 7 uur. Ik ben druk aan het hotdog pakken. Want Jeroen, wat hebben wij net gedaan? We hebben zojuist een huis gekocht. In Zweden. Ja, jullie denken, wow, wat is dit? Daar weten we niks van. Klopt. We hebben stiekem gevlogd de afgelopen periode. En daar gaan jullie nu even in meenemen. Dus check it out. Wij nemen ondertussen ook een beetje een stiekeme vlog op. Een vlog waarin we op huizenjacht zullen gaan. We zijn zo verliefd geworden op dit land. Niet alleen wij, maar ook de kinderen. Ja. En, wij willen graag in een huis wonen. Ja, en hier in een huis wonen. Hè? Ja. Dus we zijn druk aan het zoeken op internet. Ja. Er zijn wat lijntjes uitgezet. En we nemen jullie mee in ons avontuur, in onze zoektocht naar een huis. Hopelijk dat we die vinden in Zweden. Sterre ligt lekker op bed. Die meisjes zijn lekker buiten aan het spelen in het water. En wij zijn ondertussen iets heel leuks aan het doen. Check dit. Wat zijn we aan het doen? We hebben het huis op Hemnet, dat is de Zweedse funda, geselecteerd. En die hebben we even in kaart gebracht op de kaart. En daaruit maken we een shifting. Want we zijn gelijk aan het kijken welke grote plaatsen daar in de buurt liggen. En welke voorzieningen daar zijn. Want ja, je wil natuurlijk wel en een school, een ziekenhuis en dat soort dingen op rijdbare afstand hebben.
Dus dat zijn we aan het doen? Ja, dus niet helemaal in the middle of nowhere, maar wel een plek met wel een redelijk stuk grond. Dat is wel waar we naar zoeken, met een bosrijke omgeving. Nou, dat heb je hier natuurlijk genoeg. We hebben er nu zeker wel drie die onze voorkeur hebben. Wel verspreid over heel Zweden. Niet heel noordelijk. Een beetje in het midden zeg maar, van Zweden. En die willen we gaan aandoen en bekijken. Dus ik ben heel benieuwd. Jeroen, ja? Jij hebt vanmorgen de makelaar gebeld. Ja. Wat is daar uitgekomen? Dat we twee woningen gaan bezichtigen. Vanmiddag? Vanmiddag. Dus we gaan het zien. We staan nu vlak in de buurt van het huis. Van het huis, ja. Waar we willen gaan kijken. Ja, en we gaan ook nog wandelen naar een waterval. En we gaan eerst even bij een waterval kijken. Oh, we zijn nu in de achtertuin van het huis waar we zijn geweest kijken. Waar we straks nog een keer mogen kijken. Dit pad loopt over het erf en het bosgedeelte. Maar er zitten hier heel veel muggen. Dat is echt niet normaal. Dus ga je leeftjes laten zien. We zijn bij het huis aangekomen om voor de tweede keer te kijken. Heel spannend. Wij hebben het huis dus nu voor de tweede keer bezichtigd en we hebben zojuist een belletje gedaan naar de makelaar om een bod uit te brengen. Heel benieuwd. Het is een stuk lager als wat de vraagprijs is. We wisten wat er al geboden was, dus daar zitten we iets boven. Dus we zijn heel benieuwd of ze akkoord gaan met ons bod en wellicht zijn we binnenkort wel huiseigenaar in Zweden. Helaas. Waarschijnlijk moet onze huizenjacht verder worden voortgezet in Zweden. Want het huis waar we op hebben geboden, daar zijn we overboden. En wel met zo'n gigantisch bedrag dat wij daar niet overheen willen. Dus dat zou betekenen dat wij verder moeten zoeken. Vinden we wel super jammer. Maar gelukkig staat er heel veel te koop. En weet ik zeker dat wij ons pareltje alsnog gaan vinden. Dus ja, dat tot nu toe is dat even de update tot zover. We hebben gisteravond laat besloten dat wij nu bij een kijkmoment die ze hier inplannen bij huizen gaan kijken bij een huisje. In Overkalix, waar we toch al naar onderweg zijn. Dus wij zijn benieuwd. We gaan eens kijken wat het is. Het is een klein huisje. Met, een groot huis. Redelijk wat uit. Grond, maar hij ziet er wel goed uit. Dus kijk wat de mogelijkheden zijn. Even korte update. We staan nu op een camping in Overkalix. En we hebben net vier huizen, of net vanmorgen vier huizen gekeken. Waarvan wij in één echt wel potentie zien. Dus to be continued. We hebben een bod gedaan. Een bod gedaan op het huis in Overkalix. We hebben er een nachtje over geslapen. We hebben gisteren vier huizen gezien en het huis in Overkalix, waar wij al potentie in zagen, dat sprak ons het meeste aan. En daar zien we echt wel mogelijkheden, dus daar hebben we een bod op gedaan. Als we hier zouden gaan wonen, dan is het hier in ieder geval de voorschool. Alles zit hier bij elkaar, de bibliotheek, de sportvelden. We kwamen net langs al de school, de voorschool. En dan gewoon de basisschool en zelfs voortgezet onderwijs zit hier ook. Allemaal bij elkaar, super handig. Dus mochten we hier gaan wonen, dan wordt dit een belangrijke plek. Daar is dan het voetbalveld, maar hier is de ijshockeyhal. Ja, dat doen ze hier natuurlijk. Vet toch? We zijn weer bij een huis om te kijken, spannend. We zijn inmiddels aangekomen bij het tweede huis die we wilden bekijken vandaag. Het is vandaag daar kijkdag. Van 2 tot 2:30. Half uurtje. Half uurtje. Half uurtje in ieder geval. Zijn wij hier nu? Het is iets voor 2, dus we zijn iets wat vroeg. Maar we gaan iedereen even klaarmaken, zodat we met de hele familie... kunnen binnenstormen. Kunnen binnenstormen, inderdaad. Dus we zijn benieuwd. Oké. Wat vonden we van het tweede huis? Oké. Ja. Het was, het huis was, ja, het moest gewoon echt opgeknapt worden. Wel al een nieuwe verwarmingsinstallatie erin, hè. Dat is echt wel een pluspunt, want dat is best wel duur in aanschaf.
Dus een goede basis is er, maar je moet er best wel veel aan doen. Ik weet niet of wij daar per se op zitten wachten. En je hebt hier vooral een hele grote voortuin. Heel groot grasveld. Nou, en niet een weiland. Echt, ja, een weiland is het eigenlijk. Maar niet echt achter het huis. En ja, dat missen we denk ik dan wel een beetje. Je hebt wel stukken met schuren en er zit een guesthouse bij. Maar die moet je er eigenlijk helemaal afgooien, want dat is ook niks meer. En voor die prijs vind ik dan best wel, vind ik best nog wel veel geld. Ik vind het duur, ja. Wat je daar dan voor moet betalen. Dus wij zijn niet helemaal om. Het is ook nog niet afgeketst. We gaan eventjes ons er nog even wat verder in verdiepen. Even een kleine update wat betreft onze huizenjacht. We zijn gisteren natuurlijk nog bij twee huizen wezen kijken. Waarbij we dus allebei niet dat gevoel hadden. En nu is het zo dat wij deze week te horen zouden krijgen of ons bod geaccepteerd is. Dat we hebben gedaan op Lansun 84. We zijn heel erg benieuwd. We wachten in spanning af. We hopen vandaag iets te horen. En dan we gaan er nu nog even langs rijden. Om te kijken of het gevoel nog goed is. Het zou een beetje gek zijn als het niet zo is. Ik denk het wel. En dan gaan we daar in de buurt staan te overnachten. In afwachting eigenlijk hoe dat verder verloopt. Want wij hebben hier wel een heel goed gevoel bij. Dus we zijn heel benieuwd. Wij zijn aangekomen op de nieuwe plek. Ik weet niet of deze dat al gezegd wordt, maar op zich een prima plekje. Op een kilometer ongeveer van het huis dat we gekocht hebben. En de dames die vieren de aankoop van het huis met de marshmallow. Hè? Ja. Lekker hè? Ja. Jullie moeten haast wel helemaal flauw zijn van al die marshmallows die jullie steeds roosteren. Nee. Nee hè? Hey, vinden jullie het leuk dat we een huis hebben gekocht? Ja, heel leuk. Ja. Even, niet in mijn gezicht, jullie. Bijna wel. Dus, dat. We gaan nog even gauw naar een ander plekje. Starling deed het niet. En we willen graag nog even B&B voor Lift kijken en wat dingen uitzoeken op internet. En daar hebben we wel Starling voor nodig. Dus iedereen ligt al wel in bed. Maar we zijn dus echt 10 meter even verplaatst, zodat we vrij zicht hebben met Starling. Goedemorgen deze morgen. Helemaal alleen. Het is ook nog super vroeg. Ik praat ook een beetje zachtjes, want ik ben naar buiten gegaan. Ik kon niet meer slapen. Ik was met van alles en nog wat bezig al in het huis. Dus ik dacht even mijn gedachten verzetten. En ik hoor van allerlei dieren. Dus ik ga even een klein stukje het bos inlopen alleen. De rest slaapt nog lekker. Het is nu 6:00. En dan ga ik even kijken of ik wat wilde dieren kan spotten. Misschien vogels, misschien een hertje. Eland, zou leuk zijn. Dus we gaan even kijken. We staan nu trouwens op ongeveer 5 minuten van het huis wat we hebben gekocht. Dus ik ben heel benieuwd naar dit gebied. En we gaan hem even ontdekken samen met jou. Hier staan we nou trouwens. We kwamen daar van dat huisje vandaan naar hier, want Starling wijst welke kant hij ze ook in het goed kunt zien, die kant toch. En daar zijn geen hoge bomen, dus had hij gewoon iets beter bereik. Dus dat is top. Ik heb mezelf gepositioneerd op zo'n jachtplek. Zo zit je boven de grond, kijk maar. En ik ga hier even heel stil blijven zitten om te kijken of we wellicht wat kunnen zien hier. Ik zag daar net een haas wegspringen. Natuurlijk weer te laat om vast te leggen, maar toen zag ik dit. Het bewijs van wilde dieren. Want dat is gewoon poep. Het is niet vers. Tenminste, zo ziet het er niet uit. Dus we gaan verder op zoek. Ik besefte me net dat ik ben op zoek naar elanden en herten en dat soort dingen.
Maar ik besefte me net dat hier ook gewoon beren leven en wolven. Heel fijn idee. Mijn telefoon is ook bijna leeg. Maar goed, je moet ook niet te bang zijn, hè? Anders kan je hier helemaal niks. Dus daar ben ik op zich op dit. Ik ga nu wel weer terug. Want ik zag dat het al 7 uur geweest was. En de aapjes zullen zo meteen ook allemaal wel wakker worden. Die meiden zijn letterlijk al sinds dat ik weer terug ben, al rond 1 uur of 7, naar buiten gegaan met het Playmobil om te spelen. En ze spelen nog steeds. Ze hebben van alles gemaakt. En ze vermaken zich prima. Willen jullie zo meteen ook wat eten, meisjes? Mag ik dan een broodje slokken? Ja. Mag ik dan een... Nee, broodje. Ik zit El aan gewoon een broodje. Een broodje? Ja, is goed. Een broodje vlokken met wat kwark. Is goed. Oké. We zijn aangekleed. Tenminste, ik ben eindelijk aangekleed. Ik ook. En jij ook. En wat gaan we doen? We gaan weer naar het huis. En wij hebben bijna het huis gekocht. Ja. En wat gaan we daarna doen? Daarna gaan we naar de winkel en wij snoepscheppen. Ja. Die meiden mogen snoepscheppen, want dat is, het is gebruikelijk hier in Zweden dat ze in eigenlijk elke winkel van die snoepmuren hebben, zeg maar. Van die snoepschepmuren. Zo moet ik het, misschien dat ik het zo makkelijkst omschrijf. Zoals dat je ze altijd bij de Jemin ziet. Maar dan hier gewoon in elke supermarkt. En elke keer wilden ze dat doen. Maar nu, nu vinden we het eigenlijk wel een mooie tijd om te vieren dat we een nieuw huis hebben gekocht. Gaan ze dat doen. Ze mochten kiezen wat we gingen eten vanavond. Even lekkere chippies uitzoeken. En dat was pizza. Pizza, hè? Gaan we even kijken of we dat in de pan warm kunnen maken. Ja. En wat lekkers voor vanavond. Chippies. We drinken natuurlijk niet, dus we gaan... wat gaan wij drinken vanavond? Een colaatje. Ik denk een colaatje, ja. Dat drinken we ook normaal niet. Dat drinken we ook normaal niet. Alleen water. Of prikwater. Bent u wel ook Coca-Cola? Dus we gaan eventjes lekker naar de winkel. Even naar het huis, even wat foto's maken. Zodat we ook vrienden en familie kunnen laten zien. En jullie alvast een indruk kunnen geven in de vlog. En dan op naar weer een nieuwe slaapplek. Hout, snipper op slag. Daar is de schuur waarin de trekker staat. Hier zit houtopslag in. Daar zit ook nog iets van een opslag in. En in dat deel van de garage tot ongeveer een derde, denk ik, zit de grote werkplaats. Middenste deel zit nog wat opslag. Of ja, daar kun je nog het een en ander neerzetten. En in dit deel... Daarin zit aan deze kant, waar het raampje ziet, zit de sauna. En het tweede deurtje is een gastenverblijf. Hier hebben we nog een garage. Daarin kan je auto staan. Er staat nu grasmaaier, sneeuwmachine, etc. En daar is een gastenverblijf, compleet. En dan hebben we hier ons huis. Zit ook nog heel goed in de verf. Het dak is helemaal nog goed. Dus, en dan daar, voor de meiden heel belangrijk, speelhuisje voor de meiden. En hier heb je dan de barn van de voorkant. Dan loop je zo vanaf je huis door je bos. Aan die kant liggen de weilanden. Dan loop je hier. Zo naar beneden, naar de rivier. En de rivier, als je die een klein stukje naar rechts vaart, dan kom je uit op het meer. Maar zoals je ziet, het is allemaal wat wildgroei hier. Het heeft allemaal een beetje aandacht nodig. Maar dat doen we van het zomer. Ja, en dan is alles wat je achter je ziet... Dat hoort bij het huis. Loopt helemaal door naar achter. En dit is het huis.
inmiddels geparkeerd bij de supermarkt. We gaan even met de hele fam, want die kinderen mogen chippies en wat lekkers uitzoeken. Zin in? Ja! In de supermarkt. Sterren vindt het ook lekker. Aangekomen op onze nieuwe overnachtingsplek. We konden terug naar de picknickplek, maar dat vonden we eigenlijk een beetje saai. Want die hadden we al gezien. Dus we wilden even kijken hier in de omgeving. En we zijn naar het dichtstbij gelegen skigebied gereden. Dat is echt op 10 minuten van Övekalix af. En daar is de piste. En de lift. En het restaurant. En ja, wat nog allemaal niet meer. Best wel veel dingetjes hier. Ik denk dat als er sneeuw ligt, dat het wel hier super gezellig kan zijn. Een sleebaan zien we hier aangegeven zijn. Sneeuwkanonnen hebben we even uitgelegd wat die doen. Die maken sneeuw. Die zei van, hum, maken die sneeuw? Hoe dan? Ja, die maken sneeuw. En wat hebben we hier nog meer? Niks, ja, we hoorden net een paar schoten. Dus waarschijnlijk zit hier ook iets van een schietvereniging vlakbij. Oh ja, en ga ik je nog even iets laten zien. En dit wordt gebruikt voor, ja, wij denken de biathlon. Dan doen ze langlaufen en doen ze schieten. En dat is hier dus ook. Wat grappig om te zien, dat had ik eigenlijk nog nooit in het echt gezien. Er stopte hier net een auto en daar kwamen twee mannen uit. En die deden hun skielers aan, tenminste het leken skielers. Pakten hun stokken uit de auto en gingen over het asfalt hier trainen, denk ik. Voor wat ze normaal in de winter doen, maar dan nu dus op de skielers. En die meiden zijn een beetje geïnspireerd geraakt om te gaan skieleren. Dus die kunnen hier lekker spelen. Ik zal jullie het even laten zien. Wow, wow, wow. Dat ging hard. Super vet. Voorzichtig, hè? Nou, ik draai me nog niet om of er ligt er alweer een op de gat. Gelukkig gaat het allemaal goed en alles oké. Okay. Jeroen is ondertussen sterren even op bed aan het leggen. Het is tijd voor mij om de afwas te doen. En dan hebben we nog even wat lekkers gekocht. Dan gaan we nog even gezellig zitten met die meisjes. Lekker chipjes erbij. Ze hadden pizza in de pan voor het eerst. Dat was goed geslaagd. Dat viel goed in de smaak. Wij hadden een lekker stukje vlees met wat gegrilde groenten en feta. Was ook heel lekker. Hadden we gewoon heel even zin in. En verder gaan we zien wat morgen ons brengt. Ik denk alvast eventjes met de vlog bezig. Want morgenavond staat het tekenen voor ons huis op de planning. Bij de makelaar. En oh ja, we gaan eventjes wat dingen regelen binnen de gemeente Övekalix. Dus we nemen jullie zeker morgen mee in ons proces van het emigreren naar Zweden. Oké, na de val op de bibs ging het toch niet zo goed. We hebben te maken met een gevalletje tand door de lip. Gaat het een beetje? Doet pijn, hè? Blijf nog maar even rustig zitten. Bente was ook een beetje geschrokken, want die dacht dat het haar schuld was. Ja, want ik sprong en dat gaat zij natuurlijk nadoen. En toen dacht ik, nee, dat is mijn eigen schuld. Nee, dat is niet zo, lieverd. Maar goed, dat kan gebeuren. Het geeft niks. Je moet gewoon dingen eraan doen zometeen en dan weer even proberen. En dan even opnieuw springen. Zullen we morgen even proberen en het nu even laten rusten? Goed? Ja? Goedemorgen. Wij zijn wakker geworden op de parking van de skipiste. Of skipiste is een groot woord, maar hier doen ze dus skiën. Daar ook. En ze hebben een langloopbaan, dat heeft deze volgens mij ook al laten zien gisteren. En zo'n biathlon trainingsveldbaan iets. En die meiden zijn daar nu weer aan het skileren. Zoals je gisteren hebt gezien, ging het niet helemaal goed. Bo was gevallen, een kapotte lip, maar ze heeft zich hersteld en de skiel is weer aangetrokken en ze gaat als de brandweer. Daar zijn we eindelijk weer. Het is inmiddels, nou ja, voor jullie ging het heel snel, alleen onze dag is al om. Tenminste, het is al avond.
De rest van de dag hebben we eigenlijk niet heel veel gedaan. We hebben een poging gedaan om in Calix te komen. Maar daar was een of andere festiviteit. Dus het was heel erg druk. En ook geen plek om de camper te parkeren. Dus we zijn doorgereden naar een plek waar we in de buurt staan bij de makelaar. Waar we kunnen tekenen voor de aankoop van ons huis. Jeroen is even aan het klaarmaken. Nou ja, lukt het? Ik heb eventjes wat overtollig haar gehaald. Je bent even niks. Nou, kan iedereen zeggen het is allemaal overtollig haar, maar dat vind ik niet. Nee. De kinderen zijn nog even buiten in de speeltuin aan het spelen, want het is eindelijk droog. Het heeft ook eigenlijk bijna de hele dag geregend. Ja. Ze zijn even lekker in de speeltuin, nog even aan het uitrazen. Wel helemaal zwart zie ik. Heerlijk. Dan moeten we zo nog weg. Maar ja, toe maar. En vanavond hebben we een gezellig avondje met die meiden gepland. Filmpje kijken, chips eten. En hebben we hem koud gezet? We hebben een grote Magnum fles met champagne. Alcoholvrij, weliswaar. Koud gelegd. Dus gaan we proosten op de aankoop van ons huis. We zijn gearriveerd bij de makelaar. We drinken nog even gauw een bolletje. Want het was vannacht weer feest met sterren. Dan kunnen we eventjes iets langer de avond volhouden. En we gaan naar de binnen, denk ik. Yes. Time to sign the papers. Oké, het gaat gebeuren. We gaan tekenen. Kijk maar. You are gonna open the bottle. Gonna open the bottle. Moeten we dat niet buiten doen? Waarom? Zo schudden? Nee. Nou, dat is toch zonde. We hebben een lekkere Magnum. Uit het jaar 2023 waarschijnlijk. Dan weet je gewoon helemaal te pletten zuipen. Het is veel te donker hier rondje. Je moet de lamp even aandoen erbij. Kijk, ja, wat heb je daar, lieverd? Ik heb hier een Magnum van 2023. Een hele lekker alcoholvrije appeldrink. Oh. Dus ik ben benieuwd. Mousserende appeldrink. Gewoon voor de leuk, of? Gewoon voor de leuk. Nee, hè? Gewoon omdat het vrijdagavond is. Omdat we net hebben getekend. Koopcontract is getekend. Ja. Wij zijn nu officieel, nou ja, bijna officieel. We krijgen de sleutels 1 september, hebben we afgesproken. Maar papierwerk is gedaan. Papierwerk is gedaan, inderdaad. De eerste aanbetaling gaan we doen. Ja, die moeten we morgen even in orde maken. Morgen, binnen 5 dagen. En dan zijn we eigenaar van een boerderijtje hier in Zweden. Ja. En daar drinken we op. Daar drinken we op.